Over Orde door Peter Kropotkin. De Orde werd voor het eerst gepubliceerd in de Rivolté op 1 oktober 1881, een paar dagen nadat Kropotkin uit Zwitserland werd verbannen en zich in Thanon aan de Franse zijde van de Genoveese had gevestigd. Het was het negende hoofdstuk van Parole de Révolté in 1885. Deze tekst is vertaald uit het Engels en lichtbewijd door Peter Storm. De vertaler heeft zich enkele stilistische vrijheden veroorloofd. Van Order is. En Disorder is, heeft deze orde, dat is, wanorde, dat is, gemaakt. Het toegevoegde dat maakt het rhetorisch iets krachtiger en geeft de nadruk in de tekst die anders wat vlak blijft. Overorde. Ons wordt dikwijls verweten dat we dit woord anarchie als etiket accepteren. Een etiket dat veel mensen zoveel angst inboezemt. Jullie ideeën zijn uitstekend, zo wordt ons gezegd, maar je zult moeten toegeven dat de naam van jullie partij ongelukkig is gekozen. Allergie is in het gangbare taalgebruik synoniem aan wanorde en chaos. Het woord brengt het idee van bossende belangen, van strijdende individuen, tot uiting, iets dat niet kan leiden tot het vestigen van harmonie. Laten we beginnen met erop te wijzen dat een partij die toegewijd is aan actie, een partij die een nieuwe richting vertegenwoordigt, zelden de kans heeft om een naam van zichzelf uit te zoeken. De geuzen, of bedelaars, van Brabant, hebben hun eigen naam, die later populair werd, niet gemaakt. Maar begonnen als bijnaam en een goed gekozen bijnaam, werd het opgepikt door de partij, algemeen geaccepteerd en het werd snel hun trotse titel. Het is te zien dat het woord ook een heel idee samenvatte. En de Sansklos van 1793. Het waren de vijanden van de revolutie die deze naam vervaardigden. Maar ook dit vatte een heel idee samen. Het idee van de rebellie van het volk gekleed in woede, de armoedemoe, tegen alle royalisten gekant, tegen de zogeheten patriotten en Jacobijnen, de goedgeklede en de slimmerikken. Het waren die goedgeklede die, ondanks hun deftige toespraken en de eer die hen door burgerlijke geschiedschrijvers wordt bewezen, de werkelijke vijanden van het volk waren. Het waren die goedgeklede die het volk verachten, wegens haar armoede en haar libertaire en egalitaire geest, en wegens haar revolutionaire enthousiasme. Net zoals het gesteld met de naam van de Nihilisten. Een naam die journalisten zo raadsels stelden en die tot zoveel goede en slechte woordenspelletjes leidde, totdat het begrepen werd niet als de naam van een bijzondere, bijna religieuze secte, maar als een echte revolutionaire kracht. Door Turgenev, in diens vaders en zonen gemunt, werd de naam eerst door de vaders gebruikt die hem mee vraag probeerden te nemen op de zonen. Maar de zonen aanvaarden de naam, en toen ze zich later realiseerden dat het aanleiding gaf tot misverstand. En ervan af probeerde te komen, was het te laat. De pers en het publiek vertikte het de Russische revolutionaire met een andere naam dan deze te beschrijven. Hoe dan ook, de naam was niet slecht gekozen, want het vatte alweer een idee samen. Hij drukte de ontkenning uit van het geheel van activiteiten van de huidige beschaving, gebaseerd op de onderdrukking van één klasse door een andere, de ontkenning van het huidige economische systeem. De ontkenning van regeringenmacht, van de burgerlijke moraal, van kunst ter wille van de uitbuiters. Van mode en goede manieren die grotesk of weersinwekkend hypocriet zijn, van alles dat de huidige maatschappij geërfd heeft van eerdere eeuwen. In een woord omvat het de ontkenning van alles dat door de burgerlijke beschaving met eerbied wordt bejegend. Met de anarchisten was het hetzelfde. Toen binnen de internationale een partij verscheen die de autoriteit van de associatie ontkende en eveneens tegen autoriteit in al haar vormen rebelleerde, noemde deze partij zich aanvankelijk federalistisch, daarna anti-staats of anti-autoritair. In die periode vermeden ze in feite de naam anarchistisch. Het woord anarchie leek de partij te veel te vereenzelvigen met de proedonisten tegen wiens ideeën over economische hervorming de internationale op dat moment gekant was. Maar precies daarom, om verwarring te zaaien, besloten haar vijanden om gebruik van die naam te maken. Per slot van rekening maakte dat het mogelijk om te zeggen dat louter de naam van de anarchist bewees dat het hun enige ambitie was om mannenorde en chaos te scheppen zonder zich druk te maken over het resultaat. De anarchistische partij aanvaarde snel de naam die haar was gegeven. Eerst drong ze aan op een streepje tussen an en archie. En legde uit dat het in deze vorm het woord anarchie komt uit het Grieks, geen autoriteit betekent en niet wanorde. Maar ze aanvaarden al snel het woord zoals het was en hielden ermee op om extra werk te steken om lezers te testen en Griekse lessen aan het publiek te geven. En zo keerde het woord terug in zijn elementaire, normale, gangbare betekenis. Zoals in 1816 in de volgende termen tot uitdrukking gebracht door de Engelse filosoof Bentham. De filosoof die een slechte wet wil hervormen, zei hij, preekt daarentegen geen opstand. Het karakter van een anarchist is heel anders. Hij ontkent het bestaan van een wet, hij verwerpt haar geldigheid, hij stoot mensen op om te weigeren haar als wet te erkennen en om tegen de uitvoering ervan in opstand te komen. De betekenis van het woord is vandaag de dag breder geworden. De anarchist ontkent niet enkel bestaande wetten maar alle gevestigde macht, iedere autoriteit. De essentie hiervan is echter hetzelfde gebleven. Het anarchisme rebelleert en dat is haar uitgangspunt tegen macht en autoriteit in elke vorm. Maar, zo wordt ons verteld. Dit woord brengt de ontkenning van orde in gedachten en van daaruit het idee van wanorde, van chaos. Laten we echter zorgen dat we hetzelfde bedoelen. Over wat voor orde hebben we het? Is het de harmonie waar wij anarchisten van dromen? De harmonie in menselijke verhoudingen? Die in vrijheid zal ontstaan als de mensheid niet langer verdeeld is in twee klassen, waarvan de een is opgeofferd ten gunste van de andere? De harmonie, die spontaan zal verschijnen, uit de eenheid van belangen als alle mensen tot één en dezelfde familie behoren, wanneer iedereen voor het welzijn van allen werkt, en allen voor het welzijn van een ieder? Overduidelijk niet. Degenen die de anarchie ervan beschuldigen de ontkenning van de orde te zijn, spreken niet over de harmonie van de toekomst. Ze spreken over de orde zoals die gedacht is in de huidige maatschappij. Laat ons dus kijken wat die orde is waarvan de anarchie de vernietiging wenst. Orde vandaag, wat zij met orde bedoelen, is negentiende van de mensheid die werkt om luxe, plezier en de bevrediging van de meest walgelijke passies te verschaffen aan een handvol nietsnutten. Orde, dat is een negentiende die beroofd is van alles wat de noodzakelijke voorwaarde is voor een fatsoenlijk leven voor de redelijke ontwikkeling van intellectuele vermogens. Om negentiende van de mensheid te reduceren tot de staat van lastdier, levend van dag tot dag, zonder zelfs maar te durven denken aan de genoegens die aan de mens door wetenschappelijke studie en artistieke schepping worden geschaft. Dat is orde. Orde dat is armoede en honger die de normale staat van de maatschappij zijn geworden. Het is de Ierse boer die doodgaat van de honger. Het zijn de boeren van Rusland die sterven vanwege difterie en tyfus en van de honger die volgt op schaarste in de tijd dat opgeslagen graan naar het buitenland wordt gestuurd. Het is het volk van Italië gereduceerd tot het verlaten van hun vruchtbare platteland en zwerven door Europa op zoek naar tunnels om te graven, waar ze het risico lopen om te worden begraven na slechts een paar maanden zo te bestaan. Het is het land dat is afgepakt van de boer om dieren te fokken waarmee de rijken zich voeden. Het is het land dat braak ligt eerder dan dat het wordt teruggegeven aan degenen die niets meer vragen dan nog op te mogen verbouwen. Orde, dat is de vrouw die zich moet verkopen om haar kinderen te voeden. Het is het kind dat opgesloten is in een fabriek of anders kan sterven van de honger. Het is de arbeider die gereduceerd is tot de staat van een machine. Het is de spook van de arbeider die opstaat tegen de rijken, het spook van het volk dat opstaat tegen de regeringen. Orde, dat is een onmete kleine minderheid verheven tot machtsposities, die zich om die reden oplegt aan de meerderheid en die kinderen opvoedt om later dezelfde posities te bezetten, om zo dezelfde privileges in stand te houden door bedrog, corruptie, geweld en slachting. Orde, het is de voortdurende oorlogvoering van mens tegen mens, vak tegen vak, klasse tegen klasse, land tegen land. Het is het kanon wiens gebulder in Europa nooit ophoudt te weerklinken. Het is het platteland in puin gelegd, het opofferen van hele generaties op het slagveld. De verwoestingen in enkel jaar van de rijkdom die is opgebouwd door generaties van hard werk. Orde, dat is slavernij, gedachten geketend. De degradatie van het menselijk ras in stand gehouden door zwaard en geestel. Het is de plotselinge dood door een explosie of de langzame dood door verstikking van honderden mijnwerkers die elk jaar door de herbzucht van de bazen worden opgeblazen of begraven en die worden neergeschoten of met bajonetten bewerkt zodra ze durven te klagen. Ten slotte, orde, dat is de Parijse Commune in bloed verdronken. Het is de dood van 30.000 mannen, vrouwen en kinderen in stukken gehakt door granaten, neergeschoten. In ongewuste koud begraven onder de straten van Parijs. Het is het gezicht van de jeugd in Rusland, opgesloten in de gevangenissen, begraven in de sneeuw van Siberië en, in het geval van de beste, de puurste en de meest toegewijde, gewurgd in de lust van de beul. Dat is orde. En wanorde, wat zij wanorde noemen? Het is de opstand van het volk tegen deze beschamende orde die hun banden doet scheuren, hun boeien verbrijzelt en beweegt naar een betere toekomst. Het zijn de meest glorieuze daden van de mensheid. Het is de rebellie van het denken aan de vooravond van de revolutie. Het is het overhoop halen van hypothesen die gesanctioneerd werden door onveranderlijke eeuwen. Het is het doorbreken van een vloed van nieuwe ideeën, van gedurfde uitvindingen. Het is de oplossing van wetenschappelijke problemen. Wanorde, dat is de afschaffing van de aloude slavernij. Het is de opkomst van de communes, de afschaffing van feodaal lijfeigenschap. De pogingen tot afschaffing van economische horigheid. Wanorde, dat zijn de boerenopstanden tegen priesters en landeigenaren. Het verbranden van kastelen om plaats te maken voor hutten, om de krotten hun plek onder de zon in te nemen. Het is Frankrijk dat de monarchie afschaft en er een dodelijke klap uitdeelt aan het lijfeigenschap in heel West-Europa. Wanorde, dat is 1848 dat koningen doet sidderen en dat het recht op werk proclameert. Het is het volk van Parijs dat vecht voor een nieuw idee, en als ze sterven in de slachtingen, de mensheid het idee nalaat aan de vrije commune. En de weg openen naar de nieuwe revolutie waarvan we de nadering voelen en die de sociale revolutie zal zijn. Wanorde, wat zij wanorde noemen, dat zijn periodes waarin hele generaties een onophoudelijke strijd gaande houden en zichzelf opofferen om voor de mens een betere toekomst voor te bereiden, door van de slavernij van het verleden af te komen. Het zijn periodes waarin het genie van het volk een vrije vlucht neemt en in een paar jaar gigantische vooruitgang boet, zonder welk de mens een antieke slaaf blijft, een kruipend ding, gedegradeerd door armoede. Wanorde is een uitbraak van de mooiste passies en de grootste offers. Het is het epos van de hoogste liefde voor de mensheid. Het wordt anarchie, dat de ontkenning van bovengenoemde orde impliceert en dat de herinneringen aan de mooiste momenten in de levens van volkeren oproept. Is dat niet goed gekozen? Voor een partij die beweegt in de richting van de verovering van een betere toekomst. Dit was Over Orde door Peter Kapotkin, vertaald door Peter Storm. Heb je interesse in anarchisme? Zoek je een anarchistisch netwerk. Kijk dan eens op www.vrijbond.org. Zoek je linkse boeken. Kijk dan eens op chaco.nl. Zoek je autonome activiteiten in de buurt. Kijk dan eens op radar.squad.net.